Vanaf 12 augustus gaat de Leidse L-Sitweek weer van start. Om deze introductieweek coronaproef te laten verlopen, zijn de organisatie van de L-Sit en de GGD een samenwerking aangegaan. Een mooie uitkomst van deze samenwerking is een testlocatie in het V&D-gebouw aan de Aalmarkt. Deelnemers gaan hier getest worden. Dat betekent dat ze hier beneden binnenkomen bij de zijingang, naar boven komen, even een rondje lopen zodat er geen rijvorming ontstaat. En dan krijgen ze een korte sneltest van de GGD en dan lopen ze weer naar buiten. Alleen de deelnemers, vrijwilligers en de mentors van de L-Sitweek kunnen terecht bij deze testlocatie. Het is dus niet de bedoeling dat iedereen hier komt testen. Nee, het is echt alleen voor de deelnemers van de L-Sit. Die krijgen ook automatisch hebben zij een tijdslot gekregen om hier te komen elke dag. Daar hoeven ze dus apart geen afspraak meer voor te maken. Bij een positieve besmetting wordt natuurlijk bron- en contactonderzoek ingezet. En het mentorgroepje wordt op de hoogte gebracht. En iedereen die niet volledig gevaccineerd is, zal helaas in quarantaine moeten gaan. Dat dit pand gekozen is als testlocatie, heeft zo zijn redenen. Het is natuurlijk gewoon een centraal gelegen pand in Leiden. En het is ook gewoon hartstikke groot. Er moeten in totaal bijna 15.000 tests worden afgenomen. Dus dat betekent dat er ongeveer 100 mensen per kwartier zouden moeten kunnen komen. Dus eigenlijk de grootte en de centrale ligging. Zowel de GGD als het bestuur van L-Sit doen er alles aan om tijdens deze dagen nieuwe studenten op een veilige manier te introduceren aan de stad. Iedere week zitten we met elkaar. Dat betekent dat ik, maar bijvoorbeeld ook een arts van de GGD samenkomt, online uiteraard, op een onmenselijk vroeg tijdstip. En daar bespreken we eigenlijk alle zaken die van belang zijn tijdens zo'n introductieweek. De gemeente sluit daar vaak bij aan, soms de studentenverenigingen. Dus in Leiden wordt alles heel goed met elkaar afgestemd. En dat is echt super, want daardoor staan we nu hier in dit prachtige pand.